Hetzelfde gebeurt. Terwijl de onwetende toeristen hier hun taxi zoeken, haalt deze jongen het smeergeld op. De taxi's waar toeristen in de buurt zijn, slaat hij wijselijk over. Maar de taxi's zonder toeristen zijn onverbiddelijk aan de beurt. We hebben dit nogal belastende verhaal proberen te controleren bij andere taxichauffeurs. Men doet er erg ontwijkend over. Sommigen ontkennen het. Anderen willen er niets over zeggen. En weer anderen zeggen dat het smeergeld voor de security van het station en van de luchthaven is. Het heeft in ieder geval sterk de geur van corruptie. Zo wordt weer een tipje van de sluier opgelicht in ons onderzoek naar de woekerprijzen die de taxichauffeurs in rekening brengen bij de toerist. Want het is uiteraard de toerist die, zonder dat hij dat beseft, voor dit soort kosten moet opdraaien. We zijn weer terug bij ons hoofdonderwerp. Het mysterie van de Roemeense taximeter. De ene keer gaat hij snel, de andere keer gaat hij langzaam. Alsof de chauffeur bij iedere rit ter plekke zelf bepaalt hoe erg hij zijn klant gaat oplichten. En dat kan natuurlijk niet met een geëikte meter die verzegeld is. Zou het ons lukken om een chauffeur zo ver te krijgen dat hij ons zijn geheim verklapt? How do you do it? Show me, show me. I pay. Sure? Yeah, show sure. me. You are first client. I am the new taxi driver. You are first client. If I share with you my story, would you share your dollar with me? In Boekarest naderen we de ontknoping van onze zoektocht naar het mysterie van de taximeters. De ene keer lopen ze snel op en de andere keer betaal je een normaal bedrag. De verschillen tussen dezelfde ritjes kunnen oplopen tot wel 1000%, hebben we al ontdekt. Waar zit hem de kneep? We hebben al erg veel testritjes gemaakt. Deze laat ook aardig zien hoe je kunt worden beduveld. Weer een ritje vanaf het vliegveld naar de stad. Normaal zou dat rond de 50 lei moeten kosten. Zo'n 12 euro. Maar hier ligt de meter van ons afgedraaid en op zijn kop. Een veeg teken. En inderdaad. Hoe moet je zitten? In lei of in euro, you pay in what? In lei. Lei? It's 120. Hoeveel? 120. How many euros is this? It's 25. But how much is it on a meter? No, this is the meter is only for city, mister. It's outside of Bucharest, it's like this. Huh? No, because... Really? Maar op het dashboard ligt de tarievenkaart. En daar staat het gewoon zwart op wit. Deze taxi kost 2 lei 19 per kilometer. Dus voor de 16 kilometer vanaf het vliegveld zou de meter 35 lei moeten aangeven. Ask in the hotel, wait. Wait a second, please, mister. No, this is mine. No, ask in the hotel. No, this is mine. If you go with it, without this, this is for the car, sir. Yeah, but I ask... No, this is mine. This is mine. Well, I can ask in the hotel. No, what do you ask? If it's normal, this is normal price or not? It's normal price. It's 76.80. So, but why do you ask 120 when it's only 80? For my, because it was traffic jam and I fix a lot and blah, 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 air conditioner, it works. It's something kind of special car. It's a little scam or not? No. Because you start 120, now you say 80.
No. I said 20 euro. No, you say euro. You say 120. You start. 20 euro. But you start with 120 lei. Never mind. You did, or not? No. Het zijn allemaal smoesjes om de toerist een poot uit te draaien. Deze vraagt bijna 4 keer de normale prijs. Die avond nemen we nog 1 keer een taxi vanaf het vliegveld. En mee? Toen ik begin deze week arriveerde, moest ik voor precies deze rit 28 lei afrekenen. How much is it? 28. Maar nu? How much? 352. Wait, dit gaat niet goed. 352 lei. Dat is 90 euro. 90 euro. 90 euro. Ja, die kan niet. Die zit een touwtje of zo. You have something mechanical. What is... Is dat niet normaal? Wait. Why is it so fast? Why? What do you do? Wait. What is here? Hey. My cable. Dat is niet normaal. Your noise here. Your noise here. And do this. And no pain, no problem. Go. And go and no problem. Dat snoertje triggerde iets bij hem. Maar dat mocht ik, koste wat het kost, niet ontdekken. Misschien moeten we bij de volgende geen ruzie maken, maar juist een charme-offensief inzetten. I know everything. Everything? Ja, approximately. And sometimes taxi drivers, they have speed meter. They go shh, very fast. It's bullshit. Huh? It's bullshit. Bullshit? Yes. I saw. Yes. Yeah. Very bullshit. Why bullshit? Why? Because it's bird time. They exchange the meteorology is the meter. Yeah. Hey, the bird time more. Okay. You understand? So you can change it. Yes. You change it too. No. Wow. 46. Yes. Already. 3.5. It's very fast meter also. No more. No. No more. Little fast. How do you do it? Show me. What? I pay you. How do you do it? How you change it? No, it's the meter. But you change it a little bit. You are very fast. You are paying here. Here. I pay. Sure. Yeah. Show me. Show me fast meter. No possible. It's secret. Confidential. Secret. Yes. Look. Okay. 50. Already. Fuck you. Yeah. I am honest. I am very honest. You are first taxi driver, actually. Yeah. I know. So you can change it, goes fast. No, it's the per time. No, not always. No. Bijna heeft hij zijn geheim verklapt. Bijna. €10. En als we uitstappen, bedenkt hij zich. Look. What? Oh, wait. Look. What? Look. 61. Nothing. Why? How? Where? Nothing. Where? Nothing. Where? Nothing. Yeah. Secret. No, tell nothing. Me. I pay you €10. Sure? Yes. Sure? Show me. Please? Yes. Okay. €10. Show me. Mom, oh, I am first time. Look. Where? Stop. You understand? €10. Yes, of course. You are sure? I'm sure. Secret. You are sports claim. I am 10 years taxi driver.